We hebben weer heel veel leuke haarvragen binnengekregen. En naast mij zit Chitel en die heeft ook een haarvraag. Mijn haar pluist heel erg. Wat kan ik hier nu aan doen? We beginnen het haar een beetje vochtig te maken. Dus daardoor wordt het al gladder. En op het moment dat we hem dan opdrogen, blijft het ook echt in die staat. Ik pak de Firm Smoothing Brush erbij. En ik zet die op de allerhoogste en heetste stand. Want Chitel heeft heel veel krullen. Dus dat zorgt ervoor dat ik hem goed kan glad maken. Smooth Operator. We zetten nu het krulopzetstuk erop. Om een smooth effect te krijgen, ga ik dus alles naar achteren krullen, dus van haar gezicht af. En de finishing touch met de Dyson Coenda Smoothing Dryer. Dit opzetstuk zorgt ervoor dat de haartjes die nu nog uitsteken, naar binnen worden geblazen. Wat dus voor minder pluishaar zorgt. Vergeet hem niet op de koudste stand te zetten, want je wil natuurlijk de look die je net met de warmte hebt gecreëerd niet ruïneren. Nou, volgens mij zijn we er wel zo. Laten we even kijken naar het resultaat. Nou, wat vind je ervan? Ja, heel erg leuk. Ik vond je eigen haar ook echt prachtig, maar het is wel leuk om eens een keer wat anders te hebben. Dankjewel. Tuurlijk, graag gedaan.